Goed dat u hier allemaal bent. En wat is het prachtig om van hier in die zaal te kijken met de vele mensen die hier zijn. Ik ben daar reuze blij mee. Ik ben ook zeer blij met de aanwezigheid van onze commissaris van de Koningin en zijn partner. Clemens, je hebt een heel moeilijk jaar achter de rug. Je gezondheid, dat viel allemaal niet mee. En dat geldt ook voor je partner Beltiel. En daarom ben ik zo blij dat jullie hier in volle glorie zijn. En graag een applaus voor onze commissaris van de Koningin. Maar ook ben ik blij met de aanwezigheid van de gedeputeerde Marijke van Haren. Marijke, van harte welkom hier in de Mauritskazerne. Een warm welkom voor de commissaris Lid die namens de korpsleiding van het regiokorps Gelderland Midden van de politie hier ook in ons midden is. En natuurlijk ook onze pareltjes, de heidehoogheden, die hier ook aanwezig zijn. Een avond als deze kan ik direct aangrijpen om u allen te bedanken voor uw bijdrage aan en voor onze gemeente. En in heel veel gevallen gaat het dan om vrijwilligers. En laat nu 2011 het Europese jaar van het vrijwilligerswerk zijn. Ik koester het gegeven dat in onze gemeente het vrijwilligerswerk een prominente plaats inneemt. Vrijwilligerswerk vormt het cement van onze samenleving. En ik weet door mijn vele ontmoetingen met inwoners hoeveel mensen hart voor alles hebben met onze gemeente. Hartelijk dank daarvoor. Dames en heren, met mijn inleidende woorden heb ik direct het belang van de receptie als deze beargumenteerd. Nieuwjaarsrecepties van de overheid staan immers ter discussie. Zo heeft bijvoorbeeld Apeldoorn de nieuwjaarsbijeenkomst wegbezuinigd. En natuurlijk is het goed te kijken naar de kosten. Het gaat uiteindelijk altijd om gemeenschapsgeld. En ik kan u zeggen, ook dit jaar hebben we daaraan gesleuteld. Ten opzichte van vorige jaren is onze receptie al behoorlijk versoberd. En zo is dit jaar het diner met de gemeenteraad altijd voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de agenda gehaald. Maar ik vind het belangrijk de traditie van een ontmoeting, een nieuwjaarsontmoeting, om die in ere te houden. Die heeft waarde. Het is een moment waarop het gemeentebestuur de bevolking ongedwongen kan ontmoeten. En die ontmoeting is natuurlijk iedere dag belangrijk. De discussie, het debat, want besluitvorming gaat altijd over mensen. En zo niet, dan raakt het mensen. Die ontmoeting tussen mensen, tussen verschillende culturen, die willen wij stimuleren. Samen vormen we de Edese gemeenschap. In het plan Het Verschil Magazijn hebben we hiervoor allerlei voorstellen gedaan. Het valt mij op dat op alle fronten in de maatschappij, maar ook in het politieke debat, nog steeds sprake is van verruwing. Ik hou van een scherp debat, maar ook van bepaalde vormen van fatsoen. Het is niet altijd nodig om rechtstreeks te zeggen wat je denkt of vindt. Wel ben ik van mening dat het wel eens goed is, voordat je wat zegt, dat je er goed over nadenkt over hetgeen wat je zegt en de betekenis die dat kan hebben voor een ander. Ik vind dat bestuurders en politici het goede voorbeeld moeten geven. Maar als ik naar de televisie kijk en zie hoe politici soms met elkaar omgaan, dan is er nog een lange weg te gaan. Het voorbeeld van dit gedrag zien we regelmatig terug in onze samenleving. In de loop der jaren heb ik met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe hulpverleners, onderwijzers, buschauffeurs, brandweermannen en politieagenten soms worden bejegend. En ik ben heel wat gewend, maar nog steeds schrik ik daarvan. En ook op een ander front maak ik me niet alleen zorgen, maar velen in Nederland. En dan heb ik het over de economische en financiële crisis. En die komt met name tot uitdrukking in de bouw. Veel bouwprogramma's worden vertraagd uitgevoerd dan wel afgezegd. Mensen kopen minder snel een huis. Vaak omdat ze hun woning niet snel kwijtraken. Maar ook omdat financiële instellingen minder makkelijk hypotheken verstrekken en ook de voorwaarden waaronder deze leningen worden verstrekt zijn aangescherpt. En deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het woningbouwprogramma in Ede. Dat zal, naar mijn mening, de komende jaren minder voortvarend kunnen worden uitgevoerd. Zelf denk ik dat het vooral een kwestie is van vertrouwen. Vertrouwen van mensen om investeringen te doen. Vertrouwen van banken en andere financiële instellingen om hypotheken te verstrekken. En wat dat betreft is er ook reden tot optimisme. Kijk daarvoor naar de situatie in Ede. In 2010 vestigen ze gelukkig zich wederom tientallen bedrijven in Ede, waarvan de bloemen- en plantenveiling Plantion natuurlijk de blikvanger is,
waar Ede oprecht trots op is dat zij zich in Ede hebben gevestigd. Maar ook een groot bedrijf als Rijnmetaal is een aanwinst. Deze onderneming heeft zich ook in 2010 in Ede gevestigd. En Rijnmetaal heeft veel werknemers nodig en werft deze op dit moment op de lokale en regionale arbeidsmarkt. In Ede zijn we gezegend met een laag werkloosheidscijfer. Zeker als we dat afzetten tegenover het landelijk gemiddelde. Eind november 2010 is dit percentage 4,2% tegenover een landelijk gemiddelde van 6,3%. En deze positieve tendens is vanaf 2009 zichtbaar en heeft alles te maken met de geografische positie van onze gemeente, als mede het soort bedrijvigheid wat zich in onze gemeente heeft gevestigd, zoals de zorg, dienstverlening en voedselindustrie. Daarnaast voert Ede een actief participatiebeleid om werkzoekenden weer snel aan werk te krijgen. Daarnaast gaat het ook goed met ons inwonersaantal. We zijn zeker geen krimpgemeente. Afgelopen jaar zijn er een kleine 600 inwoners in onze gemeente bijgekomen. Hetgeen betekent dat Ede is gegroeid naar 108.300 inwoners. Een belangrijkste is Food Valley, waarvan de ambitie is de Valleiregio tot het Europese centrum te maken van een gezonde en duurzame voeding. De Wageningse Universiteit, het bedrijfsleven en de overheden gaan in dit gebied nauw samenwerken. Op deze wijze creëert Food Valley een voedingsbodem voor het ontsamenbrengen van innovatie, kennis en ondernemerschap. Het is aan de regio om samen met die kennisinstellingen en bedrijfsleven alle ambities waar te maken. Onze regio heeft een unieke positie in Nederland en in de wereld. Maar we zullen hard moeten werken om deze positie te behouden en juist ook te versterken. Samen met Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel en Nijkerk gaat Ede bestuurlijk de regio Food Valley vormen. En dat zal zorgen voor dynamiek, bedrijvigheid en groei. En het is goed te weten dat de provincies Gelderland en Utrecht partners zijn in het realiseren van deze ambitie. Onlangs bracht de provincie Gelderland een kansenboek uit met daarin verkenningen voor de lange termijn. En hierin wordt Food Valley een gouden toekomst toegedicht. En niet voor niets is Food Valley opgenomen in het regeerakkoord. Gezond voedsel, duurzaamheid, gezondheid zijn ook speerpunten van het nationale beleid. Een onderdeel van de strategische agenda die hoort bij Food Valley en die binnenkort zal worden uitgebracht is de ontwikkeling van een kenniscampus in de omgeving van de Zandlaan in Ede. In enkele jaren ontstaat daar een aantrekkelijk en dynamisch gebied met eerste klas voorzieningen voor studenten en leerlingen. Hoogwaardig onderwijs, verrassend en verrijkend door samenwerking tussen scholen en of bedrijven, levert al tijdens de opleiding een bijdrage aan het regionale bedrijfsleven, instellingen en aan de wijk. De kenniscampus vormt talenten tot professionals. Er is plek voor 12.000 studenten met een uitloop tot 14.000 studenten. Er komt studentenhuisvesting en een sporthal die geschikt is voor topsport. En met een snelle fietsverbinding tussen de campussen van de Universiteit van Wageningen en de kenniscampus in Ede ontstaat er op een gebied van enkele vierkante kilometers een campus voor onderwijs van VMBO tot universiteit. De campus draagt zo bij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke regio en een bruisende stad. En daar gaat ook het project Valley Support voor zorgen. Over 10, 20 jaar is deze plek waar u nu staat samen met het Enkertrein veranderd in een prachtige woonwijk met ruimte voor culturele en commerciële voorzieningen. In dit gebied komt een nieuw station onder architectuur en de parklaan gaat zorgen voor een goede aansluiting van de Valley Support op de A12. En de verwachting is dat het aantal reizigers die dagelijks gebruik maken van het station Ede-Wageningen zal stijgen van 18.000 nu naar 25.000 over enkele jaren, omdat het station een echt regionaal vervoersknooppunt gaat worden. Kortom, de dynamiek aan de zuidkant van Ede zal enorm toenemen. Zeker nu bekend is geworden dat het ziekenhuis ook gaat uitbreiden en dat de gemeente met diverse marktpartijen drukdoende is met de verdere ontwikkeling van het Valley Center bij de Cinemac. We merken dat de belangstelling nu al
nu al van organisaties en bedrijven om zich hier te vestigen. In een van de panden op de kazerneterrein. En het pand waar u nu staat, daar zijn eigenlijk alle instellingen die hun interesse hebben getoond het meest in geïnteresseerd. Kortom, ik denk dat dit gebied een geweldig perspectief kan betekenen voor onze gemeente. Belangrijk is dat we de verloedering voorblijven. Dus slopen wat gesloopt kan worden en goed omgaan met de 35 gebouwen die we laten staan, waaronder 16 rijksmonumenten. Overigens over slopen gesproken. We willen op korte termijn ook graag in overleg treden met particuliere investeerders om zo snel mogelijk panden in de rest van Ede, waar geen bestemming voor is, om daar afspraken te over maken om die te slopen. We hebben daartoe zelf het voorbeeld gegeven in de sloop van het oude schoolgebouw op de hoek van de Veendeweg, Gansche Weide. Jarenlang verloedde daar het oude schoolgebouw, een doorn in het oog van buurtbewoners. Het vermeende belastingnadeel wat een sloop met zich mee zou brengen, blijkt er niet te zijn. Dat heeft de Belastingdienst ons schriftelijk bevestigd. Dus, investeerders, wij komen bij u langs in de hoop dat we met u afspraken kunnen maken met de sloop van de rest van de gebouwen in Ede, waar geen bestemming meer voor is. Maar goed, terug naar dit gebied, de Veluwse Poort. Van belang is vaart te houden in het hele proces van de Veluwse Poort. En om die reden hoop ik dat we niet te maken krijgen met gebeurtenissen zoals we de afgelopen tijd in Kernhem hebben meegemaakt. Tijdens de kapwerkzaamheden voor de tweede bouwfase in dat gebied werd in 2008 een dassenburg ontdekt. Als u nu denkt dat deze dassen even vlot naar een nieuwe leefomgeving gebracht kunnen worden, dan heeft u het mis. De wet en regelgeving op het gebied van beschermde diersoorten is in ons land heel erg streng. Er moest een verhuisplan komen. De beesten moesten in alle rust met behulp van kooien gevangen worden. Ze konden niet op de Veluwe uitgezet worden, maar wel in de Achterhoek. En voordat dat zover was, moesten ze, nadat ze gevangen waren, eerst onderzocht worden door de dierenartsen van Burgerzoo in Arnhem. U kent de uitkomst. Donderdag zijn er 2 dassen gevangen. En vandaag ook nog eens 2. 4 dassen zijn er dan ook gevangen en worden uitgezet in de Achterhoek. Maar u wilt niet weten hoeveel werk dat heeft gekost en hoeveel geld dat heeft gekost. Bij elkaar schatten wij in zeker 300.000 euro. Als je dat door 2, hou je een fors bedrag over. Als je dat deelt door 4, hou je nog steeds een substantieel bedrag over. Als dit keer op keer zo doorgaat bij de ontwikkeling van dit gebied, waarbij nog sprake is van nog meer groen als in Kernhem, dan staat ons nog heel wat te wachten. Verstaat u me alsjeblieft goed. Ik hou hier geen pleidooi om onzorgvuldig met in de natuur aanwezige beschermde diersoorten om te gaan. Integendeel, Ede is gezegend met eindeloze natuur en heeft een rijkdom aan al dan niet beschermde diersoorten. Hetgene van geweldige waarde is en waar ik zelf dagelijks van geniet. En waar het gemeentebestuur zo zorgvuldig mogelijk mee omgaat. Maar enige zakelijkheid en slagvaardigheid zijn in sommige gevallen wel op zijn plaats. Zonder dat het ten koste hoeft te gaan aan de dassen. Want natuurlijk sparen we die en zorgen we voor een nieuwe leefomgeving als dat nodig is. Maar wat mij betreft met minder belemmerende bureaucratie en regelgeving. Als het gaat om de natuur hebben we in 2010 een stenen beeldenroute voor een jaar in bruikleen gekregen van. De stenen formaties vormen een route van het station Ede-Wageningen naar de ingang van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En het was voor 1975 een hommage aan die Hoge Veluwe die immers 75 jaar bestond. U heeft ze vast gezien. Die stenen formaties die lagen onder een boom of een plek vonden op de hei. En het bleken grote trekpleikers te zijn voor wandelaars en fietsers die er uitrusten, foto's maakten, een appeltje eten of op zo'n steen gingen zitten.